Hi Pieter. Hi. Dankjewel dat je bent gekomen vandaag. Ja, ik kon het niet mis. Nee. Ik kon het niet voorbij laten gaan. Uniek gebeurtenis. En een unieke omgeving, unieke locatie. En bovendien, ja, weet je, wat er op dit moment gebeurt met de boeren en dus met onze voedselvoorziening. Ja, als je daar niet druk over maakt, dan kun je er nergens meer druk over maken. Ik bedoel, dit is zo fundamenteel en zo belangrijk voor iedereen in dit land. Niet alleen voor de boeren. Ik bedoel, ook voor de mensen die hun kinderen nog willen blijven voeden. En voor de toekomst van de volgende generaties. Je kunt het niet negeren. Er zijn nog steeds heel veel mensen die het nog steeds blijven negeren. En ze zijn boos op de boeren. Maar toen de toeslagenaffaire met de kinderen. Ja. Toen dat werd getolereerd. Nou, vanaf dat moment niks verbaast mij meer, hè? Nou ja, ik val van de ene verbijstering in de andere. En, maar ik snap wat je zegt, want ik heb dat ook. Hè. Ik bedoel, wat ik geleerd heb afgelopen 2,5 jaar, is dat ik me niet moet laten beperken tot de grenzen van mijn eigen voorstellingsvermogen. Ik bedoel, wat 2,5 jaar geleden nog zo onvoorstelbaar was, is gewoon gebeurd. En we hebben dieptepunt na dieptepunt. Ik bedoel, 2 dagen geleden is er een tractorbestuurder van achteren beschoten door de politie. En dat is op zich natuurlijk al waanzinnig. Ja, daar zijn geen woorden voor. Maar wat me nog veel meer verbaast, is hoe daarop gereageerd wordt in de media en de politiek. Ik bedoel, Gideon van Forum van Democratie, die vandaag hier ook was, die heeft daar een spoeddebat voor aangevraagd. Ik bedoel, het is een gebeurtenis die werkelijk zijn weerga niet kent. En daar wordt dan schouderophalend over gezegd. Nou, daar hebben we geen behoefte aan. En in de media wordt die jongen in eerste instantie weggezet als iemand die de politie bedreigd zou hebben. Terwijl de videobeelden totaal tegenovergestelde bewijzen. Maar het is weer een nieuw dieptepunt. Ik denk dat we ervoor moeten waken dat we het niet normaal gaan vinden. Dus ik vind het goed dat ik erover verbijsterd blijf. Wat ik ook heel raar vind, is dat heel veel mensen gaan ook zeggen, die zeggen nu, ja, maar politie loopt ook nu al heel erg lang op zijn tenen en ze zijn ook overspannen, ze zijn ook overstuur. Dat praat het echt niet goed. Ja, ik snap dat best dat zo is. Hè? Maar het betekent niet dat gewoon goed is. Toch? Nee, exact. Het is zeker niet goed. Hè? Maar aan de andere kant zie je tegelijkertijd dat het ontbreekt aan medeleven voor een hele beroepsgroep. Die nu een beroepsverbod opgelegd krijgt. En die hun gezinsinkomen moeten inleveren en van land gejaagd worden. Ik zag dat bijvoorbeeld ook in de Tweede Kamer. Hè? Toen Gideon van de Week aangaf dat dit een enorme misdaad is. Ik bedoel, als dit geen misdaad is, wat is het dan? Hè? Duizenden mensen van hun inkomen beroven. Ik weet het, misgenderen is misdaad. Ja, nou ja, ik bedoel, dat is ook een misdaad. Maar ja. Ik bedoel, kijk, dit is een misdaad van een omvang en een intensiteit die we in Nederland al heel lang niet meer hebben gekend. Dus enorm. Het is een gigantische misdaad. En toen Gideon dat benoemde in de Tweede Kamer, bij het woord misdaad werd zijn microfoon weer dichtgedraaid. Dat mag je dus kennelijk niet zeggen. Misdaden mogen worden gepleegd, maar je mag ze niet benoemen. Hè? En op de een of andere manier is er nogal een selectieve verontwaardiging bestaat er. Hè? We moeten wel empathie en sympathie kunnen opbrengen voor de politieagenten die overwerkt zijn. Maar niet voor al die boeren wiens gezinnen geruïneerd worden dadelijk. Het is ook weer verbijsterend. Bizar. En de minister van Landbouw, als boeren gewoon naar haar huis gaan of naar haar erf of ja, waar dan ook, die worden zo gedemoniseerd. Oh, dan voelt zij zich onveilig. Nou, wat about de kinderen van al die boeren die straks helemaal geen toekomst hebben? Ja, hoe zouden die zich voelen? Hè? Maar daar wordt geen woord over gerept. Hè? Jesse Klaver bijvoorbeeld, die in de Kamer reageerde op die speech van Gideon. Die zei van ja, maar er is door een boerendemonstrant is een deuk met een hamer een deuk in een politieauto geslagen. Dat was kennelijk een veel belangrijkere misdaad dan wat hier op grote schaal gebeurt. En daarbij zei hij van ja, dat ondermijnt de democratische rechtsstaat. Weet je, die democratische rechtsstaat bestaat niet meer. Die bestaat totaal niet meer. Er kan geen democratische rechtsstaat zijn waarin een regering of een overheid grote groepen mensen onteigent en van hun land stuurt.
en van hun gezinsinkomen beroofd. Dat is geen democratische rechtsstaat meer. Het is door de politiek zelf ondermijnd. Het hele fundament is eronder gesloopt. En dat is de situatie waar we nu in terecht zijn gekomen. We moeten allemaal meevoelen met een politicus waar iemand met een fakkeltje voor de deur staat. En bovendien kom je dan 6 maanden in de gevangenis terecht. Een totaal buitensporige straf, uiteraard. Die heeft niemand iets kwaad gedaan. Maar het is allemaal heel selectief. En ik vind dat zorgwekkend. Ik ben als vluchteling naar Nederland gekomen. In het begin was contrast voor mij heel erg hoog. Want het land waar ik vandaan heb gevlucht, hadden burgers geen rechten. Helemaal niks. Ik voel me steeds meer en meer thuis hier. Ja, dat is een mooie omkering. Maar jij herkent het kennelijk. Je herkent kennelijk wat er gebeurd is, omdat jij het ervaren hebt. En ik denk dat dat een van de problemen is die de huidige generaties in Nederland verhinderen om in te zien wat er gebeurt. We hebben vanaf de Tweede Wereldoorlog een verzorgingsstaat gehad. Decennia lang is er op aangestuurd dat mensen groot vertrouwen hebben in de overheid. En ondanks het feit dat vertrouwen nu niet meer terecht is, duurt het een tijdje voordat dat doordringt. Dat het niet meer zo is als het was. En jij herkent het nog uit de vorige situatie. Ja, zeker. Maar denk je dat het echt gaat doordringen? Ik hoop het. Ik hoop het. Maar in het verleden heb ik gedacht dat als mensen dingen gaan voelen in hun eigen leven, dat ze wel wakker zullen worden. En dat ze hun vermogens wel aan zullen wenden om er tegen in verzet te gaan. Maar ik zie ook het tegenovergestelde gebeuren. Ik zie ook dat hoe spannender het wordt en hoe ingewikkelder het wordt, hoe meer mensen geneigd zijn om te zeggen, ja, weet je, het groeit mij boven mijn hoofd. Ik laat het maar over aan de experts. Ik laat het maar over aan de mensen die ervoor gestudeerd hebben of die ervoor gekozen zijn om het voor ons op te lossen. Dus die overtuiging dat de staat voor jou dingen oplost, die zit er nog heel diep in. Dat snap ik niet. Hè? Het is gewoon echt alsof je in een hele slechte relatie zit. En diegene die wil proberen continu te denken, het komt toch goed. Het komt toch goed. Misschien ben ik niet waardig genoeg. Misschien moet ik mij meer aanpassen. Ja. En mensen zien gewoon het grote plaatje niet. Nee, klopt. Dat klopt. Dat is heel vergelijkbaar. Je hebt het nu over een relatie met een kwalijke partner. Hè? Een schadelijke partner, een psychopaat. En deze ontwikkeling van de laatste tijd heeft heel veel kenmerken daarvan, maar dan op collectief niveau. Mensen willen graag blijven geloven dat ze een soort beschermer hebben in de overheid. En het idee alleen al dat niet zo zou zijn, is zo verontrustend dat ze hun gemoedsrust liever bewaren. Denk je dat het via politiek iets te bereiken is? Ik denk van niet. Nee, ik denk dat dit het faillissement van de politiek is. Zeker de politiek zoals die nou georganiseerd is. Vroeger was dat wel wat anders. Vroeger was de politiek een afvaardiging van een brede maatschappelijke beweging. Je had bijvoorbeeld de socialistische beweging. Die hadden hun eigen omroep. En die hadden daar dus een afvaardiging. En die hadden ook hun eigen politieke afdeling. Dat was ook een afvaardiging. Dus dat wil zeggen dat die politieke partij gestoeld was op iets wat leefde onder de bevolking. Maar het is al heel lang geleden dat de hele politiek zich heeft onthecht van de bevolking. Er is geen connectie meer tussen politiek en bevolking. Kennelijk hebben mensen dat niet in de gaten, of ze zijn eraan gewend. Dat kan ook. Hè. Mensen zijn ook gewend aan het feit dat bijvoorbeeld beloftes worden gedaan tijdens verkiezingen en dat die nooit worden nagekomen in de praktijk. En mensen geloven ook zoiets van, ja, zo zit politiek nou eenmaal in elkaar. Dus laat ik maar gewoon gaan stemmen op waar ik altijd op heb gestemd. Maar er is dus geen connectie meer tussen de bevolking en politiek is voor zichzelf begonnen, zeg maar. En die vertegenwoordigt simpelweg de bevolking niet, zelfs geen bevolkingsgroepen meer. Ik vind het wel mooi van Forum voor Democratie. Ik had het er ook met Thierry Baudet over. Hij zegt, ik wil meer dan alleen een politieke partij zijn. Ik wil een brede maatschappelijke beweging worden. Waarop ik toen tegen hem zei, die brede maatschappelijke beweging die is aan het ontstaan nu. En onder invloed van de hele coronacrisis, het hele coronaverhaal, is die gestart. En die wordt ook steeds groter. Wij zijn daar een onderdeel van.
Kijk naar wat die beweging is. En zorg ervoor dat je met die beweging verbindt en daar woordvoerder van wordt. He, dan is er een fundament onder wat je doet in de politiek. En ik denk dat het zou mooi zijn als Forum zich in die richting verder zou ontwikkelen. Het is dus eigenlijk niet zo dat de politiek de bevolking moet aansturen, maar de bevolking de politiek. Ik denk de enige politieke partij die heel erg duidelijk zegt hoe corrupt en bedorven politiek is, is Forum voor Democratie. En dat klopt. Hoe denk je dat de bevolking zich moet gaan, nou niet gedragen, maar wat voor acties moet de bevolking nemen? Nou ja, de inrichting van het land en van de wereld, van de hele wereld, dus zeg maar hoe wij de samenleving inrichten, is altijd de optelsom van wat alle mensen doen. De optelsom van de bijdrage van iedereen. Uiteindelijk wordt de wereld niet gebouwd door de politiek, maar door mensen. En als mensen zich laten aansturen door die politiek, dan kan die politiek natuurlijk zijn zin krijgen in die zin dat ze de mensen de wereld kunnen laten bouwen zoals zij die willen. Dus het betekent dat mensen moeten gaan beseffen dat zij degene zijn die de samenleving vormgeven. En dat ze ook samen verantwoordelijk zijn voor het resultaat. En dat is iets wat ik totaal nog zie ontbreken. En ik denk dat dat het begin moet zijn. Als dat niet beseft wordt, dan kan er ook niet een werkelijke verandering ontstaan. En ja, goed, wij maken het zelf mee. Hè? Ik bedoel, er is een groep die dat begint te begrijpen. Maar die stuit op heel veel weerstand nog steeds bij de meerderheid van de mensen. Wat ik nu wel mooi vind is dat deze boerenprotestbeweging, de eerste protestbeweging is, grote protestbeweging, die de goodwill heeft van er wordt zelfs gezegd de meerderheid van de Nederlandse bevolking. Dat is echt nieuw. Ik denk ook dat je daar heel zuinig op moet zijn als protestbeweging. Dat je daar goed naar moet luisteren. En die goodwill dus moet bewaren. Want dat is wel een hele sterke kracht. Dus ik zie wel een mogelijkheid voor een nieuwe, laat maar zeggen, golf van bewustwording hierdoor ontstaan. Ik hoop dat niet hetzelfde gebeurt wat met convoy met truckdrivers in Canada gebeurd is. Nou, het punt is natuurlijk wel dat, kijk, het is een aloud principe dat macht, en dus ook overheidsmacht, kan maar rusten op twee pijlers. Aan de ene kant is het geloof. Geloof in de legitimiteit, waardoor mensen erin meegaan. Aan de andere kant is dat geweld. Dat heb je meegemaakt in Iran. Maar je ziet dus dat als het geloof onder druk staat, als steeds minder mensen geloof hechten in de legitimiteit van het gezag, dat het geweld altijd toe zal nemen. Dat gebeurt nu dus al. Daar is die schietpartij van eergisteren, is daar een voorbeeld van. En als dit nou gaat leiden tot een heel snel verdwijnend geloof van de bevolking in deze regering en het kabinet, dan zullen we te maken krijgen met meer geweld. Onvermijdelijk krijgen we te maken met meer geweld. En dan is de vraag hoe de bevolking daarop gaat reageren. Worden ze daar zo door geïntimideerd dat ze inbinden? Of worden ze daardoor gestimuleerd om nog meer verzet te bieden? Ik durf geen voorschot op te nemen. Dat durf ik ook niet. Nee. Ik hoop. Nou, jij weet hoe dat in Iran is gegaan. Hè? Daar was natuurlijk ook geweld. En niet alleen in Iran. In veel andere landen waar totalitaire of dictatoriale regimes waren, is uiteindelijk, in ieder geval een tijd lang, het geweld dusdanig geweest dat niemand er meer tegenin durft te gaan. Dat is hem. Daar ben ik ook bang voor. Want geweld heeft in Iran mensen alleen maar onderdaniger gemaakt. Exact. En niet rechtvaardiger. Nee, dus. Ja. Daar ben ik dus ook een beetje bang voor. Maar ik kijk dus met vrees en verlangen uit naar wat er gaat gebeuren. Ja, we gaan ons sowieso blijven uitspreken en we gaan mensen motiveren. Ja. En we gaan ervan uit dat Europese mensen, vooral Nederlandse bevolking, veel moediger en nuchterder is. En die zijn boerenverstand gaat gebruiken om dit te laten goed aflopen. Laten we een voorbeeld nemen aan de boeren. Die zijn nu ook die hebben hun vrees overstegen. Die durven nu meer. En de vraag is natuurlijk wat er gaat gebeuren als er echt grof geweld wordt ingezet. Maar ik heb er wel bewondering voor. Ik ook. Nog een laatste vraag. Ga je stemmen in maart? Nee. Ook niet op Forum? Nee. Nee, zoals ik al zei, ik zie in politiek geen heil.
Ook niet als oplossing. Overigens, als ik het daar met mensen vanuit, ik zal geen namen noemen, vanuit het forum over praat, dan zien die dat zelf ook wel. Die zien de heil voornamelijk komen uit de, nou, zoals ik net al zei, de brede maatschappelijke beweging die eruit ontstaat. En ik, wat dat betreft vind ik dat nog steeds een van de mooiste uitspraken van uit zijn boek 1984 van George Orwell. Die schrijft op de laatste bladzijde, en daar ben ik het 100% mee eens, de enig mogelijke bevrijding kan komen vanuit de proles, vanuit de bevolking, vanuit het gewone volk. En als dat ooit waar is geweest, dan is het nu. Maar denk je niet dat, oké, als wij niet gaan stemmen, mensen die naar mainstream kijken en die worden geprogrammeerd door mainstream en propaganda, die gaan allemaal op bevestigde orde of partijkartel stemmen. En dan is het weer, weer dezelfde ellende, zeg maar. Ja, dat zit er dik in. Dat zou heel goed kunnen, maar dat betekent niet dat we er zelf aan mee moeten blijven doen. Ja, en het idee dat wij, wat we geleerd kunnen hebben van de afgelopen 2,5 jaar, en eigenlijk al veel langer, maar wat nou heel duidelijk in beeld is gekomen, is hoe ongelooflijk kwetsbaar wij, het Nederlandse volk, of welk volk dan ook, maar de bevolking, dus de populatie, hoe kwetsbaar wij onszelf maken als wij ons lot in handen leggen van een bestuur, van bestuurders. We geven de verantwoordelijkheid die we dragen voor ons eigen leven, voor de inrichting van de samenleving, over aan een clubje bestuurders. Die kunnen betrouwbaar zijn, maar ze kunnen ook onbetrouwbaar zijn. In de meeste gevallen is het laatste. Ook dat vind ik een mooie uitspraak. Ben ik even kwijt van wie die is. Maar die zei, eigenlijk is niemand, vrijwel niemand geschikt voor een autoriteitspositie. En zeker niet degene die dat ambiëren. Ja. En daar ben ik het helemaal mee eens. Dus dat wil zeggen, als wij een nieuwe vorm van leiderschap willen hebben, zou dat op een andere manier moeten vormgegeven worden dan via politiek. Dat is failliet. En dan zullen we mensen die het leiderschap op zich willen nemen, moeten zien te vinden die het met tegenzin doen. Nou, daar ben ik ook mee eens. Dankjewel, Pieter. Graag gedaan, dank je.